Hoi daar, Penny. Wat zie jij er opgelaten uit vandaag? Ben je naar iets speciaals onderweg? Ben je gewoon lekker aan het vliegen? Dat is fijn. Oh nee, zo te zien woedt er een brand. Frank is in ieder geval onderweg. Waar ga je heen, Penny? Denk je dat het veilig is om naar de rook te vliegen? Nou, ik denk dat je wel voorzichtig moet zijn. Kijk uit, Penny. Oh nee. Penny, gaat het goed? Je bent erg vies. Misschien moet je bij Toms autowasstraat langs gaan. Hij kan je helpen met schoon worden. Hoi Tom. Penny, het vliegtuig, komt zo graag bij je langs. Kan ze op de weg landen? Penny vloog per ongeluk door wat rook. Denk je dat je haar weer schoon kan maken? Nou, dat is perfect. Ga maar achter Tom aan, Penny. Oké, Penny. Klaar om schoon te worden? Ga maar, Tom. Wat nu, Tom? Oh, ik snap het. Wauw, Penny. Je lijkt weer schoon. Ik denk dat je moet afdrogen. Ben je klaar om op te stijgen? Hahaha. Hoe voelt dat, Penny? Voelt het alsof je vliegt? Oh, kijk! Je bent droog. Denk je dat Penny schoon genoeg is, Tom? Volgens mij heb je gelijk. Ze ziet er schoon uit. Bedankt, Tom. Goed gedaan, Tom. En goed gedaan, Frank. Misschien kun je de volgende keer uit de buurt van vuur blijven, Penny. Tot de volgende keer. Hoi daar, dat ziet er gezellig uit. Wow! Is alles goed? Jackie, wat een rommel. Toms autowasstraat zal je in een flits weer schoonmaken. Laten we gaan.
Oké, daar gaan we. Volg Tom. Hij weet wat hij moet doen. Geen zorgen, kleine Amber. Tom is een expert. Hij zorgt goed voor je. Hoe ga je deze keer schoonmaken, Tom? Dat zijn veel knoppen. Heel veel manieren om auto's schoon te maken. Goed. Een goede schrobbeurt zal zeker helpen. Klaar voor de borstels, kleine Amber? Haha. Ik kan je bijna niet meer zien door die bubbels. Wat nu, Tom? Oh, wat een leuke manier om al die bubbels weg te spoelen. Je bent bijna klaar, Amber. We gaan je nu afspoelen. Ben je klaar? Je ziet er goed uit. Nog even afdrogen en dan ben je klaar. Oh-oh, Tom. Kan je de drogers wat zachter zetten? Bedankt. Perfect. Weer een klus geklaard, Tom. Vergeet je snoepje niet, kleine Amber. Laten we naar de speelplaats gaan. Doeg, Tom. Bedankt voor alles. Wat een aardige manier om dankjewel te zeggen. Heel aardig. Doeg, kleintjes. Tot de volgende keer. Dag, allemaal. Tot de volgende keer. Dat is interessant. Er lijkt wel een show aan de gang te zijn in het park. Het is Carlo. En hij maakt een reuze pizza. En iedereen kijkt ernaar. Hoi allemaal, wat is er aan de hand? Carlo probeert de grootste pizza ooit te maken. Fantastisch. Wat een perfectionist. Schiet maar op, Carlo. Het gaat waaien. Wat? De grote pizza is weggeblazen? Oh nee! Hij is op Carlo gevallen. Hij zit onder de pizza, kaas en groenten. Jerry heeft gelijk, Carlo. Het gaat er makkelijk af. Gelukkig maar. Hey, de zon komt door. Wat? Voel je de kaas smelten? Oh jee, dit is niet je beste dag. Tom, misschien moet je Carlo naar de autowasstraat brengen. Het wordt lastig om die kaas te verwijderen.
Carlo is echt vies. Hoe ga je al die viezigheid afspoelen, Tom? Ga je beginnen met zeep en sponsen en daarna de kaas? Je vader zegt dat jij vandaag op de knoppen mag drukken, kleine Tom. Begin maar met de waterstralen om alle groenten af te spoelen. Nou, dat is een goed begin, maar verre van af. Laten we kijken hoe Tom de tomatensaus verwijdert. Je vader denkt dat de borstels de kaas weg kunnen poetsen. Probeer een andere knop, kleine Tom. Zeep en sponsen, dat is beter. Oh jee, door de tomatensaus wordt de zeep rood. Tijd om alles weg te vegen met een paar sponsen. Oh jee, je zit nog steeds onder de kaas en deeg, Carlo. Geen zorgen, Tom weet wat hij doet. Heb je iets om de kaas en Carlo's wielen weg te halen, Tom? Maar dat lijkt wel een fondue-stel. Hoe gaat dat precies? Niet bang zijn, Carlo. Door de warmte smelt de kaas weer, waardoor het makkelijker is om het weg te halen. Zoals fondue. Briljant! Het werkt! Nu alleen nog de deeg weghalen. Goed idee, kleine Tom. De rollen zullen de deeg verwijderen. Perfect. Tijd om af te spoelen en af te drogen. Geen zorgen, je snor zal weer snel terugspringen. Misschien een kleine waxbeurt voor je weggaat. Tom, heb je iets om Carlo's snor nog mooier te maken? Perfect. Goed werk, jongens. Carlo heeft een pizza als dank. Je kunt hem beter binnen opeten. Het waait nog steeds buiten. Tot de volgende keer allemaal. Wat een vies weer in Autostad. Hoi, kleine Charlie. Hoi, Pickle. Houdt deze regen jullie tegen om te spelen? Daar komt kleine Hector. Het is zelfs in de lucht te nat om te spelen, dus kom je naar beneden spelen. P-
Pikkel? Charlie, gaan jullie samen spelen met Hector? Hector's spelletje ziet er wel heel leuk uit. Hector zegt dat hij weet waar je nog meer waterplassen kan vinden. Wauw, dat zijn grote waterplassen. Maar het houdt Hector niet tegen. Wacht even, hij is verdwenen. Phew, gelukkig ben jij weer, Hector. Maar je bent nu wel behoorlijk vies. Zo te zien zit er ook modder tussen Hectors rotorbladen. Ga maar snel naar Toms autowasstraat, jongens. Hoi Tom, Hector's rotorbladen zitten vast. Kan jij hem weer schoonmaken? Perfect. Kleintjes, breng Hector maar naar binnen. Dan zet Tom de wasstraat aan. Hoe ga je al die modder verwijderen, Tom? Goed idee. De waterstralen zullen de eerste laag modder verwijderen. Tijd voor de volgende stap. Charlie, Pickle, willen jullie samen gaan? Oké, laten we kijken wat Tom voor je in petto heeft. Bubbelbad en borstels, dat klinkt als de perfecte combinatie om modder te verwijderen. Ga maar even uit de weg, jongens. Oké, deze is klaar. Ga maar naar de borstels. De borstels zullen zometeen alle modder tussen Hector's rotorbladen verwijderen. Perfect. De modder komt eraf. Oké, laten we kijken of je rode bladen weer kunnen draaien. Misschien heeft Tom een speciaal schoonmaakgereedschap voor de laatste beetjes. Zo te zien hebben Hector's rode bladen iets meer aandacht nodig. Heb je een mega tandenstoker? Dat lijkt als een perfect plan. Geen zorgen, kleintjes. De tandenstoker zorgt ervoor dat Hector weer kan vliegen. Oké, geef de rotorbladen maar een draai. Het lijkt erop dat die tandenstoker zijn werk heeft gedaan. Kom maar weer naar beneden, of je komt tegen het plafond aan. Perfect. En dan de laatste stap, de drogers.
Perfect. Je bent nu klaar. Tom zegt dat er nog één ding moet gebeuren. En jullie mogen allemaal meedoen. Wat is dat? Het is Wax Hector. Als het gaat regenen, dan glijdt het water zo van je af. Dan kan je altijd buiten spelen. Wat voor weer het ook is. Wees voorzichtig dat je niet in grote plassen springt. Bedankt Tom. Tot de volgende keer. Ah.